Mondjesmaat druppelt de ene na de andere authentieke sleepboot de haven van Woerden binnen. Want de havendagen zijn weer terug, na 3 jaar van weg geweest. En dat trekt meteen bezoekers, ook van buiten Woerden. Ik kom uit Nijdrecht en ik ben hier met mijn zusje die in Woerden woont. We komen uit Botergraven, dus wat dat betreft weten we een beetje wat we kunnen zien. Je mag het niet missen. Het is historisch, het is prachtig, het is erfgoed. Bijzonder mooi. Dit is heerlijk. Als je hier om je heen kijkt, havendagen sinds 3 jaar weer. En nu weer heerlijk, prachtig mooi weer. En een scala van schepen al die we hebben, prachtig mooi. Voor het eerst duren de havendagen 3 dagen in plaats van 2. Dat heeft de organisatie besloten omdat er op de dag van aankomst, vandaag dus, ook altijd al veel publiek komt kijken. En geef ze eens ongelijk, want alle boten op een rij zorgen voor een kleurrijk geheel. Hier liggen allemaal schepen en die zijn... Nou, gebouwd, ik doe een gok vanaf 1920 tot 1935 ongeveer. Het zijn allemaal sleepboten met prachtige lijnen en figuren. En die liggen hier namens Varend Erfgoed Nederland bij de havendagen Woerden. Wij gaan genieten van die havendagen. Hè? Gezellig met z'n tweeën en een dansje maken als het zo nodig. En het weer hebben we mee. Maar ja, het is gewoon een belevenis. Echt mooi. Bijzonder. Ja, werkelijk. En zeker met muziek erbij.